Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Jordi is naar school toe. Die heb ik naar school gebracht. Maar voordat ik hem naar school kon brengen, had ik eerst nog eventjes een poepaanval hier. Hij moest poepen en het lukte niet. Dus ik heb hem even geholpen met poepen. Daarom zijn we te laat gekomen op school. Ik had al een berichtje gestuurd van ik heb hier een poepprobleem. Dus ze weten ervan. Toen ik daarmee klaar was, toen had Liam gepoept, toen had Sam gepoept. Kon ik alles in de stront doen vanochtend. Dus ik heb vandaag alweer een poepochtend achter de rug. Maar ja, het zij zo. Prima, helemaal prima. Dus. Jordi is wel vrolijk naar school toe gegaan, daar ben ik blij om. Heel blij, want oh mensen. En nou ga ik heel eventjes de kinderen klaarmaken om eventjes naar de winkel te gaan. En dan wat boodschapjes halen. Ja, ik heb luiers nodig en dat soort dingen allemaal. Dus die moet ik even gaan halen. Ik denk dat ik gewoon met de polderkar ga. Dus dat ik Sammetje eventjes in de maxicozy zet. En daarin doen, want Maxico staat nog in de auto, dus die moet ik er even uithalen. En dan kan ik daar even wat boodschapjes in doen. En dan kunnen we onderweg. Het was me wel weer een ochtendje, baba. Zo, mijn wagen is volgeladen. Maar dan maar met boodschapjes. En kindjes. Liam, wat ben je aan het doen? Ik heb je net een stukje brood gegeven. Wil je nog een stukje dan? En die vieze beer is er ook. Beer. Doe maar, appa. We doen vandaag brood en fruitje omdraaien. Jee. En ze zitten lekker droog. Liam is even aardbeidjes aan het eten. Hé, schat? Lekker aardbeidjes, hè? Ja, lekker die ongeluk in de tunnel. En Sammetje die zit eventjes hier. Ja! En ondertussen zitten we Drag Race Holland te kijken. Vinden we leuk, hè? Ja, dat vinden we leuk, hè? Doe jij ook kijken, hè? Ja. Liam die is eventjes Bing aan het kijken en zijn aardbeidjes aan het eten. We hebben vandaag brood en fruit omgedraaid, want ja, moest even naar de winkel. Ik heb ook een nieuwe kussen voor Joef gehaald. Voor in haar bench. Want ze had er weer eentje gesloopt. Dus, ja. Dat hebben we weer geregeld. En dan gaat dadelijk Liam naar bed. Sam zal zo dadelijk wel in slaap vallen. En dan heb ik eventjes rust. Deze lekkere aardbei gaat naar bed. Hij ruikt helemaal naar aardbeidjes. Mama, jou opeten. En hier ligt er alweer bijna eentje te tukken. Kan ook die volume ietsje zo naar beneden. Er is iemand daar. Yay, Jordi! We hebben hem even opgehaald. En Sam heeft de fles gehad. Ik ga nou even Liam drinken geven. En dan kan ik zo dadelijk aan het eten gaan beginnen. Ah, een knijpje, mama. Twinkle, twinkle, kleine ster. En zij
Helaas ken ik dit een beetje uit mijn hoofd. Haha, hoe niet in mijn diep knijpen, jongen. Iedereen is in slaap gevallen door het licht. Ik weet dat dat theezakjes zijn, maar daar hoef je niet zo hard in te knijpen. Hallo? Hallo? Koude winterdag. Jordi? Het is heel erg koud geworden. En George hebben mussen, sjaals, jassen, wanten en laarzen. Ik vraag altijd aandacht aan hem. En dan doe ik ook zo aandacht. Hi! En maar dat doet hij bij mij dus ook. Zo van, kijk maar eens aan. En George hebben een modderpoel voor. Maar hij zegt het niet. Meneertje had honger. Dan krijgt meneertje eten. Ja, dan krijg je eten, hè. Hapje doen we vandaag niet. Hij had echt heel veel last van zijn buik vandaag en gisteren. Dus ik sla heel eventjes een dag of twee een hapje over. En dan beginnen we weer. Joef, nee, ik wil niet spelen. Joef, ik wil niet knuffelen. Ik wil niet spelen. Nee, ik wil niet spelen. Ga weg met dat ding. Nou, kom hier. Joepie. Los. Nee, ik wil niet spelen. En nou knuffelen. Joepie, ik wil knuffelen. Ik wil niet spelen. Mevrouwtje, ik wil heel graag met jou spelen. Maar ik wil niet spelen. Ik wil knuffelen. Joe, doe rustig. Joepie. Joepie. Je verhaagt, hond. Ik wil niet spelen. Kom je daar nou bij? Ja, hier. Wanneer ging ze in bad? Maandag. Wie zijn er in bad geweest? Hier zit Antwietke. Ja, ah, dat is prima joh. Hij heeft genoeg erin. Maar wie zijn er in bad geweest, papa? Joef? Nee. Liam? Ja. Jordi? Ja. En mama? Jee! Sandy gaat dadelijk in bad. Sandy gaat dadelijk in bad als hij weer wakker is. En Jordi ligt te slapen. En Jordi ligt alweer te slapen. Dus die gaan we even lekker naar bed brengen. En hij gaat dadelijk ook naar bed. Kut. Wat? Zij nat. Ja. Ja, dan gaan we maar even een ander t-shirt pakken. En dan gaat hij naar bed. Ben jij lekker in badje geweest? Hé? Ben jij lekker in badje geweest? Heeft papa jou ingepakt? Ja, dit zelf kijken ze. Lekker stukkie. Kijk eens een flesje. Een hele goede morgen. Nielsie ligt nog even te slapen. Ik ben met alle kindjes al beneden. Jordi en Sam en Liam, die hebben allemaal al een fles gehad. Jordi was doorgelekt, dus vandaar dat hij er zo bij ligt. Vindt hij niet erg, vindt hij lekker. En hij heeft net ook zijn fles nu op. Is hij op? Mama hebben? Hij is helemaal op, tot de laatste druppel aan toe. Nee. Geef eens aan mama. Mama geven. Mama geven. Het is wel grappig, want hier zijn ze altijd chagrijnig totdat ze hun fles hebben gehad. Dan zijn ze niet meer chagrijnig. Ik ga een fruitje maken voor de kinderen. Ik had gisteren al meloen schoongemaakt. Ik denk, dan heb ik daar alvast gedaan. Voor Liam maak ik een apart botje. Maar ik doe ook altijd meer blenderen, zodat als hij niet genoeg fruit eet, dan heeft hij altijd wat fruit. Wat ik hem ook zo kan geven dat hij genoeg binnenkrijgt. Ik had ook framboosjes meegebracht. Die heb ik gisteren aan Liam geprobeerd te geven. Vond hij niet zo'n geslaagde actie.
Maar ik weet zeker dat als ik het blend, dan eet hij ze toch. Dus die gaan erin. Ik heb hier nog meloen. Ja. Zo, beter. Kijk, nou zit dat er allemaal al in. Zo. Dan snij ik gewoon stukjes meloen. Meloen vinden ze allebei lekker trouwens. Dus dat komt goed uit. En omdat ik voor Liam ook een apart bordje maak, doe ik ook wat stukjes snijden in zijn bordje. Hij doet zelf, doet hij eraf knagen. Zo, dat is één. Ik heb twee soorten meloen. Ik doe sowieso altijd iets meer blenderen, omdat ik weet dat hij niet alles van dit bordje opeet. Dus ik ben van mening dan maar iets meer blenderen. Oh, ik ga ermee gooien. Dan heeft hij in ieder geval toch genoeg fruit binnen. De aardbeidjes. Even. Ik heb ook altijd een afvalbordje staan waar ik dan alles in doe. Voor jullie leg ik altijd een paar aardbeidjes apart. Die krijgt hij dan tussendoor. Zo, want dat doen we oefenen. Ook in school doen ze dat. Als ik aardbeidjes in huis heb, doe ik dat eigenlijk altijd wel. Dan heb ik nog aardbeidjes over. Maar die gebruik ik omdat Liam alleen maar water lust en zijn eigen melk. Ben ik er op dit moment mee bezig om het sap van de aardbei, dat ik de aardbei pak. En dan het sap van die aardbei in zijn water te doen, zodat hij wendt aan een andere smaak in zijn drinkfles. En dat doe ik dan dadelijk, als hij daar wat aan gewend is, doe ik op een gegeven moment gewoon aardbeienranja of wat dan ook erin. Dan heb ik nog een pruim en een kiwi. Krijgt Jordi meestal, want het is gewoon belangrijk dat dat allemaal blijft lopen. En hij krijgt genoeg medicijnen daarmee. Om te kunnen poepen, maar ik vind het ook wel belangrijk om het op een andere manier te kunnen stimuleren. Dus hij krijgt het ook in fruitvorm. Ja, Jordi. En ze zijn zo rijp dat je gewoon het jasje er zo af kan halen. Als ik Brenta vergeten ben, doe ik altijd iets meer koek erin. Sst. Het is wel heel waterig hoor. Normaal heb ik het niet zo waterig, dus ik laat het daar eventjes staan. Heel even staan, dan kan het allemaal een beetje... En deze bak eet Jordi echt niet helemaal op. Kan wel, als ik het echt wil. Maar in dit geval hoef je niet. Oh. Ja, dat wist ik wel. Wij zijn alle twee 6 jaar. Hoor, kijk, 6 vingers op mijn handen. Ja, en daarom gaan wij straks een hele grote taart opeten. Ja, maar die is mama nu nog aan het maken. Lars, kijk. Nog een cadeautje. Ik dacht dat wij alles al hadden gekregen. Volgens mij is het een cadeautje voor mij. Maar dat nee. Jij. Kom, we zullen het samen openmaken. We zijn toch alle 2 jarig. Oké, dus. Daar gaan we. 1,
Oké, ik laat Jordi tegenwoordig zelf proberen te eten. En dit is het resultaat. Jordi, is lekker jongen. Ligt hier ook van alles op de grond. Maar daar hebben we Joef voor. Hè? Is lekker? Ja? Jij bent ook aan het happen. Hij is niet zo heel enthousiast over zijn boterham. Hij heeft liever pannenkoeken, denk ik. En we zijn onderweg. Jippie. Ik heb allemaal spullen ingepakt. Niels heeft me geholpen. Echt wel. Je hebt geslapen. Jordi niet. Jordi heeft niet slapen. Die zal zo wel in slaap vallen. Sammetje die ligt lekker in zijn maxi cozy bij papa. En... zijn we onderweg en gaan we naar de verjaardag. Heel ons hebben en houden van de kinderen die hebben mee. Is het echt zo erg, jongen? Jordi vindt van wel. In ieder geval, we zijn onderweg. Goed zo! Ja, moet je hem wel loslaten. Goed zo, Liam. Heb je broertje geholpen? Dat werkt ook echt niet mee, je broertje. Niet grappen, die is niet van jou. Teruggeven. Papa geven. Goedemorgen. Hi. Jee. Goedemorgen, Jordi. Jordi ligt lekker tussen ons in. En is lekker met mama aan het krullen, hè? Elk kind krijgt hier dezelfde aandacht sowieso op zondag. Dan is elk kind is apart aan de beurt en die gaat elk van papa een flesje drinken. En mama doet daarna altijd knuffelen met ze. Zoals we al hadden gezegd, een hele goede morgen. Gisteren zijn we thuis gekomen, hebben de kindjes naar bed gebracht. En uiteindelijk hebben we nog wat televisie gekeken en zijn we gaan slapen. En voor de rest hebben we eigenlijk niet zoveel gedaan gisteravond meer. Dus ik had ook niet zoiets van, dat doen we filmen. Maar ja, nieuwe dag. En wat gaan we vandaag allemaal doen, Jordi? We gaan eerst wandelen, hè? Met de wolken. Ja, we gaan dadelijk aankleden. En dan gaan we wandelen. Yay! Klappen in de handjes. Blij. Op Jordi zijn bolletje. Allebei. Rijden met het wagentje. En
Als je niet meer rijden kan, dan bellen we de ANWB. Ja. Of papa, want papa kan ook sleutelen. Oh, moet papa hem zelf maken. We zijn weer thuis en ik heb eventjes voor Niels zijn ontbijtje gemaakt. Dit is mijn ontbijtje, dit is Niels zijn ontbijt. Jan is lekker aan het snoepen. En Jordi heeft een pakje. En die vindt hij ook lekker, hè? En een paar eitbeitjes voor tussendoor. Yay! Lian, niet aan Joef geven, hè? Nee, dat doe ik nooit, mama. Dan doe ik koekje maar eten. Nee. Ah, Lian, moet vertellen? Ja! Wat doe je allemaal vertellen? Ja? Oh, oké. Okay. Doe je allemaal dat vertellen? Ja? Ja. Ja. Nu Jordi naar school gaat, had ik zoiets van, hè, voor het einde van het jaar, dan vind ik wel dat er iets voor de juffrouw's gedaan moet worden. En ja, ze doen echt heel veel met Jordi en het, okay, het is hun werk en alles. Maar ik ben wel van mening dat dat ook wel, ja, het hoeft niet groot te zijn, gewoon een kleinigheidje, een klein dingetje. En toen kwam ik hierop, ik vond het eigenlijk best wel, ik vond het mooi in ieder geval. Toen kwam ik hierop en het is van, even kijken, tuindreef.nl, als ik me niet vergis. En dan kon je van die jute zakjes, dat is gewoon een pakketje was staan, dan kun je dan zelf in elkaar knutselen. Er zijn van die jute zakjes. En er zit dan een instructietje bij. Of ja, dan moet je daar naar moet gaan kijken. En dan zit dan een kaartje bij met... wacht even hoor. Met jij bent goud waard. En daar zet ik dan op juf... puntje, puntje, lief Jordi. En daar heb ik bij gekozen vergeet me nietjes en bijenbloemen. En je krijgt dan ook zo'n tablet met... zand die je dan in het water moet doen. Dus dat heb ik besteld. En dat doe ik nou dadelijk in een zakje. En dan heb ik ook Tony Chocoloni kleine reepjes gehaald. Die doe ik allemaal in een zakje. En dan kan morgen Jordi daar mooi mee naar school nemen. En dan heeft hij een leuk juf cadeautje geregeld. En ja, ik vond het hartstikke leuk idee. Maar ja, daar ben ik natuurlijk. Maar ja, in ieder geval, ik ga het even maken. En dan hopelijk gaat hij goed. En dan heb je uiteindelijk zo'n zakkie. Met jij bent goud waard. En dan, ja. Leuk, hè? Ik vond het leuk. Ik vond het origineel. En dan heb je drie zakjes. En nou ga ik het nog eventjes leuk verpakken. En dan is het uiteindelijk dit geworden. Ik heb daar ook nog drie chocoloni-repen in aan. Hier is alweer iemand wakker. Liam is al beneden. En ik ga hem nou lekker uit bed halen. En een flesje geven. Met je valskreng. Het is echt zo'n vals ding, hè. Hij vindt het geweldig. Let maar op als hij dadelijk buisjes heeft, jongen. Dan denk je bij zijn eigen, ik moet dat ding niet meer. Betwijfel het, maar oké. Okay. De hoop is er. Lekker met papa in het water. Yay! En Jordi vindt het ook leuk. Samen met papa. Verder ga ik niet filmen, want Liam zit in zijn blote billen. Ik heb eten gemaakt. Voor Jordi en Liam heb ik gekookte aardappel, worteltjes en zalmpje.
En voor mij in Niels heb ik een zalmpje en een groente gebeuren en ja, Parijse aardappeltjes. Daar zitten we. Even lekker buiten. Ja, straks waren we dus aan het eten. En toen gooide Liam alles om. En toen had ik geen honger meer. Ja, alleen dat of? Het was goed pissig, want ik had Liam al heel vaak gewaarschuwd. Dus ik was er helemaal klaar mee. Ze was zo kwaad dat ze niks meer zei, gewoon opstond en wegliep. Ja. Toen ben ik maar de was op gaan vouwen. Ja, dus ik heb de was opgevouwen. We hebben beneden gepoetst. Kindjes zijn naar bed gegaan. En nou ga ik zo editen. En dan gaan we lekker slapen. Ja, en morgen weer een nieuwe dag. Mm-hmm. En een nieuwe ups en down. Ja. Dus bij deze bedankt voor het kijken. En tot de volgende.